Hier kan uw commercial komen te staan. Wilt u meer weten? Bel of mail ons. De nacht en stil, vreemd stil. De sterren hadden zich verstopt achter de wolken. De maan was nergens te bekennen. Het was koud, net als nu, ijzig koud. De herders warmden hun handen aan het vuur. Grootmoeder leunde op haar stok. Ze tuurde omhoog. En opeens was er een geweldig licht aan de hemel. De herders sprongen verschrikt omhoog. Verbijsterd hoorden zij een geluid. Het kwam steeds dichterbij. Oog in oog met het kind. Het lag in doeken gewikkeld, in een kribbe. Een man en een vrouw in gewone kleren. Zelfs wat armoedig stonden ze ernaast. Zij begonnen zich naar het kindje en fluisteren allemaal lievere woordjes. Toen zagen ze de herdersjongen. Maria richtte zich op en zei: "Welkom, jongen, welkom." Jozef en Maria, zijn grootmoeder, de herders. En allemaal probeerden ze om het huilende kindje stil te krijgen. En ze zeiden allemaal zoete woordjes. En Maria nam het kind op schoot en begon heel zachtjes te zingen. Noe, 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 su, su, kindje. Maar hoe ze ook hun best deden, niets hielp. Het arme kind bleef maar huilen. En zo stond het herderskind en zag dat allemaal aan. Wat moest hij doen? Hij kon het niet helpen. Hij pakte zijn rugzak van zijn rug af, maakte hem open en haalde al zijn geschenken eruit. En een echte baby? De baby Jezus. Nou, houdt het nog niet. Nou, al die aandacht. Chocomel. Chocomel bij haar, prima bij mij. Denk ik. Nou, ik weet niet of ik het verdiend heb, maar ik neem hem even goed. Luwaantjes.